Het aanpassen van de televisie op de ASUS. Dus de ASUS die gaat met HDMI in de televisie in HDMI 2 aan de achterkant. En dan kun je met, als die scherm gestart is in Windows, kun je met left control Windows tekentje en dan de pijltjes links en rechts kun je naar dat andere scherm toe. En ja, dan moet je dus de rechte muisknop op het scherm doen. Hier. Dus als je, dat werkt beter. Het gaat me niet. Ja, helemaal overnieuw. Je opent zo. Je zegt hier schermresolutie. Nou, dat opent dan een scherm. En dan kun je hier kun je dan met de rechtermuisknop kun je. Ja, als je hierop klikt, dan krijg je dus configuratiescherm. Dan klik je op deze. En hoe kan je dat nou? Hoe krijg je die nou in beeld? Ja, dat is even lastig, hè? Ja. Dan kun je in ieder geval kun je met movement kun je dat ding in beeld brengen door de pijltjes toetsen. En dan heb je dit als Intel HD Graphics Control Panel. Dus dan, en dan is voor deze televisie, dat is die Panasonic, moet je hier instellen 1920 keer 1080. Deze op 60p zetten. En dan hier hoogte breedte verhouding aanpassen. Kun je hier kun je precies de grootte aanpassen. Zo. En dat andere dat kun je vinden door ook meer te googlen. Maar ik heb hem nou gemaakt hier. Dus ik neem de beslissing om het even nu niet te doen. Nou, kleuren aanpassen. Kleurdiepte 32 bit, kleurverbetering. Ja, dan kun je de helderheid een beetje aanpassen. Zo. Dat is ook niet nodig. Contrast, gamma. Ja, voorbeeld. Voorbeeld 1, voorbeeld 2. Ja, oké. Beeldschermprofielen. Huidige instellingen. Standaard instellingen instellen. Toepassen. Ja. Profiel opslaan. Dan zeg je hier. Ja, dan kan je deze op YouTube zetten.